Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? Zo vraagt de jongste zoon aan zijn vader in een Joods gezin op het moment van de paaswaken. En ook hier bij ons is deze avond anders dan alle andere en ook de volgende avonden zullen anders zijn dan alle andere. Want we bereiden ons voor op 15 augustus, de tenemelopneming. En in Antwerpen is dat ook Moedertjesdag. Alle moeders worden dan in de bloemetjes gezet en wordt er speciaal aandacht aan besteed. En dus gaan we in deze dagen niet de kruk, maar wel Maria centraal stellen. Vorige week vrijdag zei ik reeds dat Maria als voorbeeld van bescheidenheid en trouw, dat we ze ook zo aanwezig hebben gevonden in enkele afleveringen van de kruk. Waar en wanneer kwam Maria aan bod? Wie vindt de meeste verwijzingen naar Maria? Mail je antwoord tot en met woensdag 12 augustus naar zomersehandelingen@gmail.com. Zoals jullie op zoek gaan naar Maria in de afleveringen van de kruk, zo gaan ook wij op zoek naar Maria in ons bisdom en zelfs daarbuiten. Deze week bezoekt elk van de 5 presentatoren 1 mariale plek. Om het zoekkarakter in ere te houden, verraden we pas op het einde van elke aflevering waar we precies zijn. Heel de aflevering lang kunnen jullie thuis zoeken en discussiëren met de huisgenoten over de vraag waar we precies dan zijn. Je hoeft dat dus niet door te mailen. Er zijn vele mariale oorden, zoals Lourdes, maar ja, die zijn nu niet zo veilig om naartoe te gaan. Maar gelukkig komt Lourdes ook naar ons toe. Op diverse plaatsen in ons bisdom ontstonden er in de 19e en 20e eeuw mariale devotieplaatsen. En dit Mariapark met Lourdesgrot bestaat sinds 1895. Na de verschijning van Maria in 1858 in Lourdes kwam ook hier op de grens tussen België en Nederland de Maria-devotie op gang. Dit bos, dat eerst de kloostertuin was van de paters Capucijnen, kreeg een nieuwe bestemming als devotiepark. En het was pater Jan-Baptiste Rutten, afkomstig uit deze regio, die op missiereis naar Pakistan ging. En zoals we ook lezen in het boek van de Handelingen, kan zo'n missiereis best gevaarlijk zijn. En vooral ook de zee, die vaak symbool staat voor duisternis, diepte en dood. Het verhaal vertelt dat pater Rutte tijdens zijn missiereis in een storm terechtkwam. En na 3 dagen storm dreigde de boot te vergaan. Pater Jean-Baptiste Rutte beloofde een grot te bouwen indien ze veilig mochten aankomen. En na 3 dagen storm, na 3 dagen de dood in de ogen gekeken te hebben, kwam er plots redding. Pater Rutte overleefde de storm en hij hield zich aan zijn belofte. In 1895 liet hij zich een Lourdesgrot bouwen. En deze grot werd op 20 oktober plechtig ingezegend door Monseigneur Pelkmans, geboren te Turnhout en kapucijnenbisschop van hun missieplaats in Pakistan. In het park heb je een kruisweg en je vindt de blijde, de droevige en de glorievolle mysterie van de rozenkrans, die hier allemaal staan afgebeeld. Hier komen heel veel mensen samen om het Wees gegroet of de rozenkrans te bidden. Het Wees gegroet is een gebed geïnspireerd op enkele woorden uit het evangelie volgens Lucas. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Het zijn de woorden van de engel die door tot Maria worden gesproken, Lucas 1, 28. De engel brengt een bezoek aan Maria en begroet haar met deze woorden. De engel kondigt aan dat Maria zwanger zal worden en een zoon zal baren. En het wees gegroet bidden is in de positie van de engel gaan staan en zeggen dat ook wij engelen willen zijn die de blijde boodschap van Jezus nabij willen brengen. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam Jezus. Wanneer Maria Elisabeth begroet, springt het kind op in haar schoot. Elisabeth ziet hoe God werkzaam is in Maria en verkondigt luid dat Maria gezegend is boven alle vrouwen.
Het wees gegroet bidden is in de positie van Elisabeth gaan staan en haar woorden in de mond nemen. Zoals Elisabeth zien hoe de geest van Jezus in anderen aanwezig en werkzaam is. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Het begrip Moeder Gods verwijst naar het Concilie van Efeze in 431. Moeder Gods, Theotokos, men bevestigde dat de ene persoon, Jezus Christus, volkomen God en volkomen mens is. En daarom komt Maria de titel Moeder Gods toe. Omstreeks de 16e eeuw aan het gebed toegevoegd. Het wees gegroet bidden is je geloof belijden, belijden dat God mens is geworden en mensen nabij wil zijn. Om toch even stil te staan bij de betekenis van Maria in een gelovige context, in een gelovig leven, willen we hier even plaatsnemen bij het beeld van de heilige Anna. De heilige Anna is de moeder van Maria en hier staan ze afgebeeld bij elkaar, moeder en dochter, als het ware. Maria is eigenlijk voor mij een altijd aanwezige medestander. Dus iemand die vanuit geloof en gelovige beleving op alle beproefde momenten in aanwezig is. In gebedsleven voelt dat zo aan. Dus iemand die kader aanlevert, die plaatst, die relativeert, net zoals ze dat in het evangelie doet bij haar zoon Jezus, is het iemand die vanuit de diep menselijke ervaringen van vreugde, van ambitie, van wat je wil bereiken, van waar je mee bezig bent, en dus ook de tegenstand, want dat lukt niet altijd onmiddellijk, of dat lukt helemaal niet, of dingen lopen verkeerd, dat telkens opnieuw in een moederlijke context kan plaatsen. Ervoor kan zorgen dat je het dan niet helemaal opgeeft, of dat je er dan niet van boos wordt en er dan maar een eind aan maakt aan die activiteit en dan met iets anders begint. Nee, het is degene die zegt, misschien zou je het nog zo kunnen doen. Of misschien moet je er eens gewoon terug opnieuw over nadenken. Misschien moet je eens terug gewoon even stil tot jezelf komen en kijken of het ook anders kan. Of misschien moet je ook eens nakijken of het wel zo belangrijk is. En dat doet ze op een bescheiden manier. Dat doet ze zo in het evangelie. Dat doet ze in heel wat gebeden die door de liturgie en spiritualiteit bij ons zijn bekomen. Maar dat doet ze ook zo op de afbeeldingen. Van Maria wordt gezegd dat het de meest afgebeelde persoon is uit de Bijbel. Dat zou wel eens best waar kunnen zijn. Maar veel van die afbeeldingen geven juist dat bescheidene, dat wat op tweede rang, maar aanwezig en ondersteunende karakter van Maria weer. Zo ervaar ik ze en zo betrek ik ze ook in mijn gebedsleven. Dus Maria wordt de moeder van de Heer en de moeder van de kerk genoemd. Voor mij zijn dat twee totaal verschillende titels. De tweede is ook veel jonger dan de eerste. Dat moeder van de Heer is een vastgegeven. Zo kennen we ze uit het evangelie, zo kennen we ze in haar rol ook in het lijdensverhaal, zo kennen we ze van de nabijbare zoon. Moeder van de kerk is een term die veel later is gekomen en die eigenlijk spreekt over die kerkelijke gemeenschap. En dat ze daar een moederlijke rol over die hele kerkelijke gemeenschap. En dat zie je ook wel, ook op bischoppenconferenties of zelfs synodes, dan zal er altijd een openingsgebed aan Maria worden gedaan. En net zoals als de paus een encycliek schrijft, dan zal hij ook altijd eindigen met een mariale hulde op het einde van de tekst. Dus het is inderdaad zo dat zijn rol speelt naar die kerkgemeenschap als structuur, als georganiseerd geheel van mensen die beleid uitstellen. Maar dat is een heel andere rol. Daar speelt ze vooral de rol van wijsheid.
De hele Maria-spiritualiteit bevindt zich voor mij tussen twee essentiële teksten. En dat is aan de ene zijde het Magnificat, uit het eerste hoofdstuk van Lucas. En anderzijds het Stabat Mater. Nu, het Stabat Mater is een tekst die doorheen de eeuwen in de liturgie vanuit een spiritualiteit is ontstaan en is een samenvoegsel van een aantal psalmverwijzingen, profetische verwijzingen en stukken ook uit het Nieuwe Testament. Dat Magnificat begint met: hoog verheft nu mijn ziel de Heer. En dat is zo'n tekst, elke vespers, elk avondgebed, wordt die gebeden. Elke keer. En die zit op het einde van die vespers. En dat wil dus zeggen dat een systematiek wordt. Dat komt in dat vast patroon van het eindigen van een dag, met alles wat er in die dag heeft plaatsgevonden, en dat neerleggen in gebed, onder andere bij dat Magnificat. Magnificat dat in feite een vreugdeoproep is. Wat in feite een vreugdevol gegeven is, wat hoop, wat visie, wat toekomst, wat nieuwe dingen doet, maar wat ook ambitie neerzet. Het is ook een van de meest politieke teksten eigenlijk uit het Nieuwe Testament. Dat sluit die dag af in de vespers. Dat zit vast op die figuur van Maria. Die Maria die zich tussen die twee polen bevindt, die pool van blijdschap en enthousiasme bij het nieuwe leven en bij wat de nieuwe mogelijkheden dat elk nieuw leven met zich meebrengt ook effectief realiseert. En dan dat Stabat Mater, dat toch wel heel zware einde van die visie op dat enthousiasme van al die nieuwe dingen die zouden kunnen, die dan toch niet plaatsvinden. Die toch ontkend worden, die niet meegenomen worden. Dat rouwproces, die tranen, dat lijden, meenemen. Gewoon doorstappen. Gewoon doorstappen. En zelfs voorbij dat kruis blijven doorstappen. Om die boodschap verder te dragen. En doorheen die verrijzenis terug bij dat Magnificat te komen. Dat aan elkaar koppelen van die twee, dat maakt voor mij wat ze in mijn spiritualiteit is en hoe ik ze in die Bijbelteksten lees. In dit Mariapark zijn alle mysterieën vertegenwoordigd. De blijde mysterieën, de droevige en de glorievolle. En we staan hier bij de eerste van de blijde mysterieën. De aankondiging van de boodschap. De boodschap van de engel Gabriël aan Maria. Kondigt haar zwangerschap aan en het feit dat Christus zal geboren worden. Dat ze niet zal bevallen van een zoon, maar dat ze zal bevallen van de Zoon van God. We staan hier bij de glorievolle mysterie van de rozenkrans. En dat is de vierde van de vijf. Dat is Maria ten hemel opgenomen. En omdat we ons in deze mariale afleveringen van de Kruk voorbereiden op 15 augustus, leek het ons wel boeiend om bij deze mysterie stil te staan. Wat wij op 15 augustus vieren is een heel stukje verrijzenisverhaal voor Maria. Ze verrijst niet zoals Christus. Dat is een ander gegeven. Maar als figuur die het dichtst bij Jezus staat, die meegaat. Net zoals ze in de droevige mysterieën haar zoon niet in de steek laat. Bij al die pijnlijke momenten van beproeving, van lijden, van sterven, blijft ze er ook bij, op die ultieme momenten. En bij de glorievolle zet ze dat verder. Niet alleen omdat de verrijzenis een van de glorievolle mysterieën is, maar omdat Maria als moeder van Jezus bij die verrijzenis blijft. En vandaar eigenlijk deel heeft aan die verrijzenis. En het deel hebben aan die verrijzenis, dat drukken we uit op 15 augustus, met die Maria ten hemel opgenomen. Wel, Maria heeft doorheen de geschiedenis verschillende titels gekregen. Zeker die uit de vroege middeleeuwen stammen zijn voor mij degene die het
diepste gaan. De Fons Amoris, de bron van liefde, is zo een van haar oudste titels. Ook uitgebeeld door nogal wat Vlaamse primitieven. Wanneer ze Maria afbeelden, is dat vaak met een totaalbeeld waarbij een aantal van die titels terugkomen. Ook een roos zonder doornen is zo'n titel uit de middeleeuwen. Die geven dat eigenlijk zeer goed weer. Een bron van liefde, een bron is iets die blijft stromen, dat stopt niet. Daar blijft altijd water uitkomen, daar blijft in die zin ook altijd liefde uitkomen, wat er ook gebeurt. Wat er aan de andere kant ook gebeurt, dat stopt niet. De zekerheid dat dat niet stopt, dat is Maria. Wel, ja, Lourdes scoort daar zeer hoog. Dat heeft te maken dat ik 9 jaar was toen ik er de eerste keer kwam. Dus een van de weinige reizen waar ook mijn grootmoeder bij was, die daar haar eigen verhaal bij had. Ook mijn ouders waren erbij, mijn broer en mijn zus. En eigenlijk is dat nadien niet veel meer voorgekomen. Dat maakte het al speciaal. Maar ook natuurlijk die plek. En goed, ik ben er dan heel veel jaren niet meer geweest. Tot ik in 2005 denk ik de draad terug opnam. En in een bedevaartcircuit terecht kwam. Als priester, als begeleider. En eigenlijk sinds dan heel regelmatig naar Lourdes ga. En het is een plek die mij vooral raakt omwille van haar internationaal karakter. Maar ook het is een kruispunt niet alleen van nationaliteiten, maar ook van leeftijden. Lourdes is een plek waar heel veel jonge mensen komen. Heel veel oude mensen ook wel. Maar evengoed mensen van alle leeftijden. Met kinderen die klein zijn, met kinderen die puber zijn. Met kinderen die pas pas beginnen aan hun eigen leven. En de twijfel die daar vaak bij komt kijken, die kom je daar allemaal tegen. Maar ook mensen die ook weer zo op een kruispunt staan, omdat er dingen gebeuren in hun relatie, in hun familie, afscheid moeten nemen door ziekte. Het zijn tientallen verschillende redenen die mensen hebben om er naartoe te gaan. Sommige worden uitgesproken en sommige ook helemaal niet. En vaak wordt de belangrijkste niet genoemd, maar dat is niet belangrijk. In Lourdes is dat niet belangrijk. En wat raakt me daar dan in, is natuurlijk het gemeenschappelijk karakter, het op weg gaan, het branden van die kaarsen, processies, die vaak toch wel al zingend, maar voor de rest in stilte verlopen en waarin er verder ook niet moet gesproken worden. Troosten in stilte en met symbolen. Het op weg gaan, kaarsen, het samen doen van die dingen, die troost bieden. En als ik zelf groepen begeleid en geduwd een rolstoel bijvoorbeeld en de kaarsjesprocessie is ten einde, dan bedank je mensen nu daarvoor. Alhoewel je eigenlijk alleen maar geduwd hebt, je hebt niks gezegd. En dan dat raakt mij. Het is toch maar gewoon een fysische handeling die je stelt en toch kunnen mensen in tranen uitbarsten op het einde van die kaarsjesprocessie als ze dan terug naar de nakui of naar een hotel gaan. En dat blijft mij fascineren. Ik kom er nu al verschillende jaren, jaar op jaar. En dat blijft. Het is een raken van levensverhalen die daar samenkomen. Voor een momentje, heel kort, troost, op weg gaan en dan weer de weg naar huis. Jullie zullen het allemaal al gezien hebben. En dan weten jullie ook meteen waar we zijn. Zie maar op de rug van de bank, Meerseldreef. En natuurlijk, als we in zo'n mariaal oord zijn, dan is het eerste wat we doen een kaarsje aansteken bij Maria. En voor wie wil jij een kaarsje branden? Wie wens jij licht en nieuw leven toe? Noem gerust luid op een naam of zelfs een groep van personen, van vrienden, van familie, voor wie jij bijzonder wil bidden. Ook ik ga dat nu doen.
Maria, vandaag wil ik bidden voor licht. Licht in het leven van heel wat jonge mensen. Wat door verwarring van corona, door verwarring van verlies van werk en onzekerheden, zoeken we naar evenwicht. Voor heel wat mensen, van verschillende leeftijden. Mag het kaarsje wat ik daarnet aanstak, een steun zijn voor mensen die in die evenwichtsoefening bezig zijn. En bidden we dan. Maria, Gij die ook onze moeder zijt, help ons om ons hart te openen voor de vreugde van het evangelie, voor de boodschap van geloof en hoop, die hier vandaag mag weer klinken. Breng ons zo, stap voor stap, dichter bij uw Zoon, onze Heer en Broeder. Amen. En dan neem ik de Bijbel. En dan lees ik een stukje uit Lucas. Lucas 1, vers 26 tot 45. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, met de naam Nazareth. Naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef, die uit het huis van David stamde. Haar naam was Maria. De engel trad bij haar binnen en zei: Verheug u, begenadigde, de Heer is met u. Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had. Maar de engel zei: Schrik niet, Maria. U hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn en zoon van de Allerhoogste. God de Heer zal hij hem noemen, op de troon van zijn vader David aanreiken. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maar hoe moet dat dan? Zei Maria tegen de engel. Ik heb geen omgang met een man. De engel antwoordde haar: Heilige Geest zal op u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overdekken. Daarom zal het kind heilig genoemd worden, zoon van God. Bovendien, ook Elisabeth, uw verwante, is op haar oude dag zwanger van een zoon. Zij werd onvruchtbaar genoemd, maar zij is al in haar zesde maand. Want voor God is niets onmogelijk. Toen zei Maria: Ik ben de dienares van de Heer, laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt. Toen ging de engel van haar weg. Na enkele dagen vertrok Maria met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en begroette Elisabeth. Meteen toen Elisabeth de begroeting van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met Heilige Geest. Ze riep met luide stem: Gezegend ben jij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt? Op het moment dat je groet mij in de oren klonk, sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot. Gelukkige vrouw, zij die gelooft, wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan. Deze evangelietekst reikt ons woorden aan om te bidden met Maria. In deze tekst weerklinken de woorden die de basis vormen voor het weesgegroet. En laten we dan samen dat weesgegroet bidden. Weesgegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria. Maria, we komen je groeten, zoals de engel jou kwam bezoeken. We kijken je aan. We spreken je aan, in het vertrouwen dat ook jij naar ons omziet. We groeten je zoals Elisabeth het deed toen ze overgelukkig was met jouw bezoek.
We komen je groeten, Maria. Zoals herders en wijzen het ons voordeden toen ze jou en je pasgeboren kind hadden gevonden. We groeten je met allen die waar ook ter wereld samen zijn om te bidden. Daar waar de hemel de aarde raakt. Vol van genade. Maria, je mag van geluk spreken zo door God geliefd te zijn. De engel zei, verheug je, begenadigde. Je bent niet groot en sterk uit eigen kracht. Je bent niet heilig door eigen werk. Je hebt alles aan God te danken. Hij heeft jou uitgekozen en gevraagd de moeder van Jezus te worden. Je hebt dikwijls gezongen voor je God. Je noemde hem je redder. Je noemde hem je redder, die zijn oog liet vallen op je kleinheid en eenvoud. Maria, we zijn blij en dankbaar om het grote werk dat God in jouw leven heeft verricht. De Heer is met u. Maria, het geheim van je leven was die dichte nabijheid van God. Steeds heeft Hij jou omringd met zijn liefde en zorg. Je weet je een veelgeliefd kind van God, jouw Vader. Gods goede geest heeft voortdurend in jouw hart gewoond en gewerkt. Het was je mooiste dag toen je het leven mocht schenken aan Jezus, Gods Zoon. Hij die mens met de mensen wilde zijn. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Zo heeft je nicht Elisabeth het gezegd. Je groot geloof, je eenvoud, je dienstbaarheid, je gebedszin maken je tot een lieve vrouw die meer dan anderen thuis is bij God. Over jou, Maria, weten we niets dan goeds te vertellen. We prijzen je omdat je naar Gods woord hebt geluisterd. Je hebt het in je leven van elke dag ook waargemaakt. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Maar bovenal willen we jou vereren als moeder van de Heer Jezus. Je hebt hem gedragen en gevoed. Je hebt hem een thuis gegeven in Nazareth. Je hebt hem zijn eigen weg laten gaan, ook al verstond je hem niet altijd. Je hebt hem gevolgd op die weg. En zo ben je zijn leerlingen geworden. Je zoon betekende alles voor jou. Je was erbij toen hij stierf. Veel te vroeg uit het leven weggerukt. Je stond onder het kruis. Met bange vragen, maar niet zonder vertrouwen. Daar ben je ook onze moeder geworden. Je bent een moeder uit de duizend. Zoals op de bruiloft te Cana verwijs je ook ons naar je zoon. Je drukt ons op het hart. Doe maar wat hij je zeggen zal. Heilige Maria, moeder Gods. We noemen nogmaals je naam. Maria. Maar we voegen er ook eretitels aan toe. Je bent immers de eerste onder Gods heiligen. We geloven dat je ook nu leeft, dicht bij Jezus, in het huis van de Vader, voor altijd. Je bent de moeder van Jezus, de moeder van Gods Zoon. We spreken je aan als moeder Gods, omdat je kind de Zoon is van de Allerhoogste.
Bid voor ons, arme zondaars. Nu we jou zo overvloedig hebben bewonderd, komen we je ook iets vragen, Maria. We maken er geen lange litanie van, geen eindeloze rij van wensen en verlangens. We vragen je voor ons te bidden. Spreek voor ons ten beste bij je zoon. Noem onze namen in zijn nabijheid. Zorg voor ons en voor alle mensenkinderen. We doen een beroep op je voorspraak, Maria, omdat we heel goed weten dat we het niet ver brengen als we er alleen voor staan. We zijn immers arme zondaars. Mensen die wel het goede willen, maar nog dikwijls vastlopen in het kwaad. Bid voor ons, Maria. Voor alle gekwetste en gebroken mensen. Voor zieken en eenzamen. Bid voor ons. Bid voor hen. Nu en in het uur van onze dood. Maria, vandaag, in dit uur, vragen we je om gebed en hulp. Daar waar we nu staan op onze levensweg. Op onze tocht naar de Vader. Smeken we je om jouw moederlijke zorg. En als de dag en uur gekomen zijn waarop we voor de Vader zullen verschijnen, wees dan niet ver, Maria. Sta ons terzijde in het uur van onze dood. Bid dan, opdat we samen met jou en met Gods lieve heilige mogen delen in het hemelse leven waar geen einde aan komt. Amen. Ja, mogen het echt zo zijn. God van alle leven, wij danken u, omdat gij in Maria uw leven hebt laten stromen in overvloed en de kerk hebt gezegend met haar moederlijke zorg, haar lichtend voorbeeld. God van alle leven, verhoor onze gebeden die wij u als een krans aanbieden en waarin wij het leven van uw zoon en dat van Maria in geloof en met liefde overwegen. God van alle leven, geef dat de woorden van elk wees gegroet ons dichter brengen bij u en bij uw zoon in de kracht van de geest die heelt en troost vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.